welkom bij een nieuwe video. In deze video ga ik naar een plek. Dat zien jullie in de video later. We zijn daar nu onderweg en Selma is daar iets op Instagram aan het doen. En kijk dit. Nou ja, verder zien jullie wat er allemaal in deze video gebeurt. De plek heet Corridor en we zijn met onze tante. Nou niet zij, maar we zagen hun en we gaan hun waarschijnlijk ook nog even zien. Mijn nicht die gaat trouwen, dus zij is nu met haar man even zijn pak aan het kijken. En mijn andere nicht die is zwanger en die ging net ook even een paar jurken vast. En nu zijn ze verder gegaan. En Selma is daar nu even haar eigen jurk aan het uitdoen. Wij zijn dus klaar bij je Corridor. Ik zal ook later laten zien wat we hebben gekocht. Zo heeft haar ook en schoentjes. En we zijn bijna. We zijn op de plek. Zo, en we zijn gekomen. Het is bloedheet. En ik voel me echt niet goed. Ik voel me echt vies. Dus ik ga zo even douchen. Oh, en dan ga ik zo even met mijn vriendin ga ik haar ook even opzoeken. Jee, of eigenlijk nicht/slash vriendin. Ik kijk Selma's jurk. Ik ga even showen, ja? Mag dat? Kijk dat. Oh my god. Ik ga even in de zon staan, andere kant. Kijk dan. Pretty. Zo, ik ben klaar. Ik ben helemaal nieuwe kleding. Ik ga nou even bij mijn familie beneden zitten en ik ga even mijn nichtje/vriendin opzoeken. Doei! Hoi, net zijn er een paar familieleden gekomen en die zijn nou weg. En zoals je ook misschien wel een beetje ziet, heb ik make-up op. Mijn nicht die heeft dat gedaan om even uit te proberen hoe ik mijn make-up wil voor de bruiloft. Dus dat is het geworden. Kijk hoe mooi. Dus daar ben ik heel tevreden mee. Zo zie je misschien beter. Dus ja, ik vind het mooi. En nou zitten we met z'n allen in de tuin. Want we hebben echt een hele grote tuin. En daar zitten wij. Hoi, ik ging net even mijn nicht en haar zoontje van 10 maanden even naar hun huisje brengen. Naar hun huis gewoon. En nou ben ik, kijk, ze heeft mijn make-up helemaal afgemaakt. Kijk hoe mooi, oh my god, zo mooi. En mijn haar ook. We gaan nu op visite bij mijn tante, die ook hier zo dichtbij woont. Daar kunnen we gewoon lopend naartoe. En dan gaan we daar even zitten. Bye. Ze was eerst bij familie, bij haar, ergens in een andere stad. En ja, dus daarom. Zo, nou, wij zijn dus terug. We gingen naar mijn tante, maar er was niemand. En nou zijn we hier. En mijn tante is even arbeid met melk aan het maken. Dus dat ga ik zo eten. Daar ga ik ook even mijn vorige video uploaden. En dan ga ik het op YouTube zetten. En ik heb heel de dag rugpijn. Dus dat is niet fijn. Dus ja, hierbij zeg ik. Dus ja, slaap lekker. En tot morgen. Doei. Hoi. Goedemorgen. Het is nou even kijken. 10. Ik bedoel 11:30. En mijn nicht, haar man, die komt mijn zusje en mijn tante zo ophalen. Want dan gaan we even wat kopen, omdat we vanavond bij hun gaan barbecuen. Of op bezoek gaan met echt de hele familie gewoon. En onze familie is echt mega groot. Dus dan gaan we even boodschappen doen en zo. En dan gaan we ook even bij mijn nicht blijven. En dan ga ik spelen met haar kleine zoontje. En ja, dus ik heb me klaargemaakt. Ik heb me opgemaakt. Het is warm, dus daarom ben ik aan het waaien met deze. En ik zal even laten zien wat ik aan heb. Nou, dit is wat ik aan heb. Deze type blouseje van, I don't know, volgens mij van de Primark. En deze broekje van de H&M. En dat was het. Ik heb gewoon zomaar haar gedaan. En verder niks bijzonders. Hoi, het is nu, ik weet niet hoe laat het is, maar ik ga zo weg met mijn tante en oom. We gaan even naar zo'n oude kasteel hier dicht bij hun. Het is letterlijk een paar minuten hier vandaan. Het is nu 10:30. En het is een beetje
laat. Maar nou, en we gaan daar nu naartoe. En ja, het was gezellig. We hebben met heel de familie gezeten en het was gezellig. Dus ik zal ook even een stukje laten zien van de kasteel. Doei. Nou, uiteindelijk hebben we jullie niks gezien omdat we niet gingen. We gingen meteen terug naar hier. En nu zijn we hier en ik heb hier twee puistjes. Oh my god. Maar ja, wij gaan slapen. Maar jullie gaan nog wel sowieso die kasteel zien in deze video. Want ik ga morgen ook bij mijn nicht. En daar ga ik slapen bij haar. Dus ja, ik zeg slaap lekker en tot morgen. Doei. Hoi, goedemorgen. Vandaag gaan wij naar Sarajevo. Daar gaan we mijn... We zoeken. En eigenlijk zouden we dan naar een stad gaan. Maar in plaats van dat gaan we naar mijn tante. Die leeft gewoon, maar die ook een eigen huis in Bresa heet die plek. Dus daar gaan we. En ik heb make-up gedaan, haar, ik heb gedoucht. Dus ik heb het niet gedroogd. Dus ja, bye. Niet naar die oude stadje. We zijn nu in een andere oude stad. Die heet Tessijn. En hier blijven we heel even om even te ontbijten. En mijn vader gaat zich even zijn baard scheren en zo. Dus ja, en dan gaan we hier even een beetje rondkijken. En dan gaan we naar mijn tante in Sarajevo. In Sarajevo en kijk hoe mooi je uitzicht hier achter mij. Pretty. Kijk even hoe mooi Selma is. Ai ai. Het is nu 7:50. We zijn nu in de Etna, we zijn boodschap aan het doen. En ja, we gingen er net ook bij mijn tante op visite. We moesten zo lang rijden weer naar hier. En dan moeten we zo meteen weer heel lang rijden. Dus ja, bye. Hoi, bye. Nou, eigenlijk, ik wou zeggen. Ik heb echt niet meer gefilmd. Het is nu 10:50. En wij kwamen terug om 9:10. En toen we daar terugkwamen, hadden we familie en zo. En toen gingen we met elkaar blijven zitten. En toen gingen we eten. En even wat drinken. Eeuwa mensen. En Selma is hier. Eeuwa. En ik vind mijn haar vandaag echt mooi. Ik weet niet waarom, maar... Heb jij mijn oplader gepakt? Laat in de comments weten of jullie mijn haar ook mooi vinden. En misschien ga ik wat doen na de bruiloft met mijn haar. Dat zie ik later wel. Maar ja, voor nu ga ik en Selma slapen, omdat het echt al laat is en morgen hebben we ook dingen te doen. Dus ja, slaap lekker. Bye. Hoi, het is 6:30 nu, 6:30 's avonds. Ik heb om 7:00 afgesproken. Oké. En dan ga ik even naar mijn nicht met mijn nicht/vriendin. Naar mijn nicht die gaat trouwen en daar gaat zij dan vertellen wat hij moet doen voor de bruiloft. En ja, dus ik ga nu even wat anders aandoen. Want dit was mijn outfit van vandaag. En ik ga nu even wat anders aandoen omdat ik het echt zo heet heb in deze jurk. Niet normaal. Dus ik ga even wat anders aandoen en bye. Nou, uiteindelijk ga ik niet doen, want mijn moeder heeft mijn jurk in de was gedaan. Dus ja. Allemaal stress en zo. Nou moet ik even opschieten. Want, oh god. Ik ga. Doei. Hoi. Verder heb ik niks gedaan. Ik ging uiteindelijk met mijn nicht/vriendin naar mijn nicht. Maar toen we hun zagen, toen gingen ze naar ons toe eigenlijk. Mijn nicht die had het zo druk dat ze het gewoon helemaal was vergeten. En ja, maar ze heeft eigenlijk uitgelegd wat we moeten doen en zo. Dus ja. Dat en toen gingen ze naar ons en toen waren we met heel de familie, gingen we even barbecuen en nou zijn ze nog steeds even bezig. Het is nu 10:00 en
Ja, ik ga zo slapen. Mijn andere tante is gekomen, mijn neefje, nichtje. En dus ik en Selma gaan met hun slapen in beneden in de woonkamer. Dus dat is gezellig. En ja, dan ga ik deze video ook even nu editen, een stukje. En dan ga ik slapen. Dus ja, slaap lekker. En als je deze video leuk vond, doe zeker een duimpje omhoog. En like, abonneer, reageer. En deel met je vrienden. En vergeet niet op het belletje te drukken om meldingen te krijgen wanneer ik nieuwe video's upload. Dus ik heb niks meer te zeggen. Dus ik zeg maar slaap lekker en tot de volgende video. Doei! Oh, en PS, ik heb een hint voor de volgende video. Ik ga geen vlog maken, maar zaterdag hebben wij een bruiloft. En daar komt een hele leuke video van. En Selma is hier. Dus stay tuned en blijf kijken, want ik weet dat het sowieso een heel mooie video gaat zijn en heel erg leuk. Toch, Sel? Van de bruiloft? Ja, dus slaap lekker. Zeg slaap lekker. Slaap lekker. Bye.